Welkom bij de 11.2 Biocast. En daarom wil ik eerst wat basischemie met je gaan doornemen, want die heb je straks nodig. Dit is een glucosemolecuul. En glucose is wateroplosbaar en je kan glucosemoleculen aan elkaar rijgen als glycogeen en dan kun je het opslaan, want dan is het niet wateroplosbaar. Vet bestaat uit een glycerolmolecuul en een aantal vetzuurstaarten, 3 stuks. De verbinding tussen de vetzuren en de glycerol kan verbroken worden. En vooral die vetzuren die zijn van belang. De volgende groep van voedingsstoffen waar we het nog over gaan hebben, dat zijn de aminozuren. De R staat hier voor een residugroep. En al die aminozuurtjes die kunnen aan elkaar geregen worden en dan krijg je een eiwit. Hier hebben we een wielrenner. Glucose kan verbrand worden in het zenuwstelsel en natuurlijk ook in de spieren. Maar de vetzuren die je net zag, daar doen de spieren het ook op. Niet zo goed als op glucose, maar je hersenen doen het alleen op glucose. En er kan glycogeen, zo'n 400 gram, opgeslagen worden in de spieren. En 100 gram glycogeen kan opgeslagen worden in de lever. Dat is de voorraad die er is. Het bloedsuikergehalte daalt. Het glycogeen in de spieren wordt eerst opgemaakt. De alvleesklier maakt glucagon. Daardoor wordt glycogeen uit de lever omgezet in glucose. Ook worden eiwitten en vetten omgezet in glucose. En in het vetweefsel worden vetzuren gemobiliseerd. En die worden naar het bloed gebracht. We kijken nu naar cortisol, een hormoon uit de bijnierschors. Die zorgt ervoor dat voor in de lever en de spieren vetten en eiwitten omgezet worden in glucose. Ook zorgt het er weer voor dat er vetzuren worden gemobiliseerd uit het vetweefsel. En om het duidelijk te maken staat het hier in een blokschema. Het stimuleert omzetten van vetten en eiwitten in glucose en het vrijmaken van vetzuren uit vetweefsel. Adrenaline in een blokschema. Het vrijmaken van vetzuren, het omzetten van glycogeen in glucose en het stimuleren van de alvleesklier tot het maken van glucagon via positieve en negatieve feedback. Het groeihormoon zorgt ook weer voor het vrijmaken van vetzuren, het omzetten van glycogeen in glucose en een negatieve feedback van de glucose op het groeihormoon. Dit was hem alweer, de 12.2 Biocast. Veel succes met studeren, tot de volgende keer.